guys, het is vandaag zaterdag. Vroeg in de ochtend, of eigenlijk nog middernacht. En ik zit heel even in Nela de kamer, want Nela die is uit logeren omdat wij dit weekend weggaan. En Dwayne ligt nog te slapen, dus ik heb even die deur dicht gedaan, zodat hij nog heel even 10 minuutjes kan blijven liggen. Want ik heb net iets langer nodig dan hij. Maar wij gaan zo meteen samen met de Opel Squad, dus alle ambassadeurs, ambassadrices van Opel, vanuit Nederland gaan we naar Kroatië. Het wordt leuk. Ik heb er heel veel zin in. Ik moet alleen nog echt even een beetje wakker worden. Dus ik ga straks lekker een koffietje maken. Ontbijt bij elkaar sprokkelen. Douchen natuurlijk. En dan gaan we richting het vliegveld. Samen met mijn zus en Maarten. Die gaan ook mee. Ik ga nu in ieder geval lekker even douchen. Mezelf wakker maken met wat voedsel. En dan neem ik jullie gewoon straks mee richting Kroatië. Wij zijn eindelijk na een lange vlucht hebben gehad, inclusief overstap op Frankfurt, aangekomen in Kroatië. Sibenik, om precies te zijn. En we zitten in het D-resort, of D-resort Sibenik, wat echt super mooi is hier. Een heel groot resort dat volgens mij ook helemaal is afgehuurd voor de mensen van Opel. Dus je ziet alleen maar Opel mensen hier lopen. En Dwayne is lekker even aan het douchen. Die gaat volgens mij straks sporten. Daarna ga ik met Jip even naar de spa om te kijken wat er allemaal is. En later om 19:30 gaan we met z'n allen wat eten hier bij het hotel. Dus dat is ook wel fijn. Dan hoeven we niet meer de deur uit. Want om heel eerlijk te zijn ben ik ook echt wel helemaal gebroken na deze dag. Dus even bij de spa checken. Douchen, klaarmaken, opfrissen en dan avondeten. Dat is voor de rest nu nog de planning. En ik ga jullie ook gelijk even de kamer laten zien, want het is echt heel erg mooi. Hoewel er nu overal wel een beetje rommel ligt van ons. Maar ja, super lekker bed waar ik echt niet op kan wachten om daarop te gaan slapen straks. Nou, daarachter is de badkamer met Dwayne die lekker aan het zingen is. Kast daar, tv'tje hier en een mooi kunstwerk. Ik weet eigenlijk niet precies wat er allemaal gebeurt hier, maar het lijkt op een van de orgieën wat er gebeurt op dit schilderij. Maar het is echt gewoon een heel mooi schoon hotel en ook wel een fijn uitzicht hierachter, wat je nu niet kan zien omdat het natuurlijk al donker is. So yeah, that is the D-resort en ik ga nu naar Jip toe. Hi Skipping! Ik ga niet over het toilet. Aan de overkant, hoe zei. Waar is Dwinna? Dwinna die komt eraan. De boodschap aan het. Nah. We gaan even naar de spa. Ik praat nu tegen Jip de vlog en tegen mijn eigen vlog. Je gaat wel ongetwijfeld hard. We gaan even kijken of we misschien een massage kunnen nemen, weet je wel. Het zou echt lekker zijn, ja. Een beetje. Oh ja, dat lijkt me echt heel lekker. Kijk hoe andere vrouwen staan dan de mijne. Maar jij hebt andere instellingen. Maar wat heb ik anders dan? Ik ga even mijn instellingen hetzelfde als die van me. Weet ik eigenlijk niet. 2000 geld. Rij even rustiger. Filmen zetten. De ride staat al klaar hoor, jongens. Pas op, hè. Ik ga het in mijn hockey. Oh, hij wil die helpen. Thank you. Je wil even doorschrijven. Ik schrijf het al door. Dit is echt duidelijk. Lekkere plekjes hier dan. Hoe ver gaan we dan in Georgia? Dat gaat wel heel hard, hè? Tuurlijk. Ja, gruwelijk. Ja. Is het leuk? Achterin? Nee, zin. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Snap ik. Jip, ik en de boys gaan even naar de spa. Even kijken wat er allemaal gym, we hadden wel harder gelopen dan dat hij rijdt, maar dat is niet druk. Het is echt een heel mooi hotel. Ik denk dat ik het morgen wel even kan laten zien. Fijn dat jij het morgen even had gemaakt. Ja, ze zien mij nu niet. Oh my god, jongens. Super lekker. En wat is dat? Een Turk stoombad. Drie keer raden wat de jongens aan het doen zijn. Even een gymmetje pakken. Kijk ze samen, romantisch. Outfit of the evening. Ik heb een blazertje aan. Die is van de Sarah met van die poefmouwtjes. En daaronder een legging van Mila Moon. En dan heb ik nog een kanten body. Maar die zien jullie niet zo goed. Maar dat is dus wat ik draag.
Mijn vriendin is hier in de building. Ah, het is jouw vriendin. Het is mijn vriendin. Want ik ga haar even glammen. Hey, toch? Wil jij ook geglamd worden? Hé, hey, heb je die krulding van Dwayne gebruikt? Ja. Of niet? Ik heb volgens mij de deur eruit geduwd. Huh? De deur eruit geduwd? Ja, kijk naar wat hier rollen. Oh, hij is op. Ja. Dat is wel lullig als die op is. Heb jij geen gezichtscreme? Dat smeer je op je gezicht nooit iets. Vaseline of zo? Vaseline, dus je zit nu vaseline op je gezicht. Auw! Ik durf niet eens make-up op te doen. Ja, ik doe het. I never wear make-up. You don't need it. Well, you said I need it. So you blend it out with your buffing brush. Step number two. You blend it out with something that looks like an egg. You use it. It's a beauty egg. To blend it out. Yes. And then you pinch out the eyeballs. Yes, because it really hurts. And then I always like tip on someone. Maar dit is toch mooi als je een beetje concealer tot je ogen doet? Heb jij? Heb je ook dit? Sorry. Is dit meteen een Maar als jij je ogen open doet, dan raak je zo... Ja. Kijk maar een beetje omhoog. Hoe dan? Of brush je je eyeballs aan? Ja, brush je mijn eyeballs. Gigantisch, hè? We gaan. Tot zo. Doei. We zijn er al 5 minuten. Veel plezier. Doei. Ik ga even de deur laten zien. Die poepers. De deur. Nou, haar heb ik krulletjes. Wacht maar, over 10 minuten is het weer uitgesteld. Gaat je weer met dat ding? Nee, maar jij hebt echt geen make-up nodig. Echt gedaan? Alleen op de krulletjes is soms wel mooi. Gewoon een beetje. Ik heb toucheerd, snap je? Toucheerd is gewoon een tip. Ik ben zo streng voor mij. Even. Doei. Gezeik altijd met die mannen, joh. Altijd dat gezeik van die mannen. Altijd een gezeik, joh. Word je helemaal knettergek van. Knetterlamp van. Ja, dit vind ik al mooier. Oh, niet te veel, maar gewoon een beetje saddle. Saddle blush on the cheek. A little bit there. Are we going to put mascara on my eyes? Misschien vind ik dat niet zo mooi. Oh. Ofwel, wil je mascara? Ja, want we strijden even met 10 uur. Oké. I will curl the lashes now. Well, I will do it myself. And you, I will go to the bathroom and nee, curl. Nee, mirror is over here. Oh, I have mirror here. I do it here. I do everything in front of the camera so you can laugh because I hurt myself. Probably. And the make-up is on. Fleek! Wacht, je ziet het niet goed hier. Kijken? Ja, dit is beter. Wat gaan we anders kijk doen hoe pretty! Ze heeft alleen een beetje bronzer op, concealer, lippenbalsem en mascara. You're such a hot mom! Ach, such a hot mom! Goedemorgen! Vandaag is het inmiddels de volgende dag. En wij hebben onszelf net klaargemaakt om lekker wat te gaan ontbijten beneden. Mijn zus die stond net ook al aan de deur. Die gaan volgens mij ook nu wat eten. En Dwayne die is, als het goed is, ook ready om te gaan. Daarachter is hij bezig. En ik ga jullie even mijn outfit laten zien voordat we gaan eten. Even kijken, deze trui is van Mila Moon. Zo'n cropped sweater met van die wijde mouwtjes en zo'n ribstofje. Heel lekker zacht. En daaronder draag ik mijn topshopbroek en mijn Mila Moon laarsjes. Maar die zijn helaas op het moment uitverkocht. We hebben wel nog de snake boots, maar deze die proberen we ook zo snel mogelijk te restocken. Dus dan weten jullie dat. En Dwayne ziet er ook weer fliekje uit. Druk, als we zo gaan eten. Ja, laten we gaan. Lekker eten, schatje. Kijk, combinatie van gezond en niet gezond. Balans heet zoiets. Net balance. Balance. Wat heb jij allemaal op je bord? Pancakes, fruit. Pancake. Lizzie trouwens van Fit Girls. Tweede ronde is. Wat? Ja, dit is onze tweede ronde. Ja. Oké, ik ga ook 2 rondes doen, denk ik. Lekker toch? Lekker eitje, worstjes. Goed eten. En ik zie hier ook yoghurt, daar heb ik eigenlijk ook wel zin in. Maar zoveel verschillende dingen. Kaasjes. Yummy. En dit is de
ride for today, jongens. Dit is waar we hiervoor zijn gekomen. De nieuwe Opel Corsa. Superleuk wagentje. Ze hebben hem in het rood en ook in het wit en nog in andere kleuren natuurlijk. Maar hier hebben we alleen rood, grijs en de witte dan, waar je in kan rijden. En vandaag gaan we deze proberen, want gisteren hebben we al in de rode gereden. En deze die ziet er stoer uit, leren bekleding. Elektrisch, weten, man. Ja, panoramadakje. Ja. Lekker wagentje, hoor. Nee, ik doe het. Jip en Luc die zitten voor ons in de auto. Deze massage, alles. Echt? Ja. Ja, jouw stoel. Jij hebt massage, dus masseren. Massage? Jij wilt me nooit massage. Jij wilt me nooit masseren, dus ja. Weet je wat het is? Ben ik niet zo goed in, daar heb je zo'n stoel voor, toch? Ja. Ja, het is echt een heel leuk autootje. Good morning. De name? Ja. Panoramaatje hebt, hier. Nee, jouw naam. Nou mensen, wij zijn inmiddels weer terug in Nederland en ik heb helemaal niet meer gefilmd toen wij terugvlogen richting ons eigen koude landje, want we gingen overstappen op Frankfurt en die overstap hadden we bijna gemist, dus het was een en al chaos, rennen, vliegen en uiteindelijk hebben we hem gehaald, dus dat was fijn dat er niks mis ging verder. Maar toen we eenmaal thuis kwamen laat in de avond, waren we zo gebroken dat we gewoon direct gingen slapen. Dus ik heb helemaal niks meer daarvan vastgelegd. Maar in ieder geval zijn we nu weer veilig thuis. En ik ga mezelf zo meteen klaarmaken. Omdat ik eigenlijk vandaag op de planning heb staan dat ik wat dingen moet doen voor campagnes. Ik moet heel veel mails inhalen. Want ik ben de afgelopen paar weken best wel vaak ziek geweest. En daardoor heb ik ook niet zoveel kunnen werken. Maar voor de rest is dat eigenlijk zo'n beetje de planning. Ik ga nu eerst even mijn haar drogen en dan misschien een soort van wave erin maken met mijn steampot. En daarna ga ik ook even wat wasjes wegwerken intussen. Dat is wel fijn als je thuis werkt dat je dat ook even kan doen. Want dat stapelt ook enorm op bij ons thuis. En dit is trouwens mijn ontbijt vandaag. Dit zijn die roomboterstaven met spijs erin. Het is zo lekker. Ik ben niet normaal verslaafd hieraan. Zo slecht, maar och, ik hou hier echt van. Sinterklaasperiode is echt mijn favorite. Nou, deze leeuwin die heeft haar haar eventjes gefeund. Dus het is nu glad, zo goed als. Ik ga nog heel even een serum aanbrengen die bij de steampot hoort. En dan ga ik jullie daarna gelijk even de steampot laten zien voor degene die geen idee hebben waar ik het over heb en wat dat is. Want daarmee ga ik dus straks een soort van wave creëren in mijn haar. En daar had ik een soort van tutorial van gezien. Dus ik ga het gewoon even naproberen en kijken of het mij ook lukt. Want volgens mij moet dat niet zo heel moeilijk zijn. Dus ik pak even mijn steampot erbij. Dit is de tool waar ik het over had. De steampot. Die is van L'Oréal. En deze heb ik een tijdje geleden ook in mijn vlog laten zien. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Maar het is echt een hele fijne haarstyling tool. Waarmee je haar kan stylen. Maar je kan ook je haar ermee krullen. Maar ik weet niet of jullie dit geluid horen. Maar er komt dus echt straks stoom uit. Dus nu is die aan het voorbereiden en aan het opwarmen. Maar hier zit dan zo'n reservoir waar dus het water in zit en dat geeft dus stoom af terwijl je dus je haar gaat stylen. Dus dat beschadigt het haar veel minder dan normale stijltools. Het zorgt er ook voor dat je haar minder snel pluist, dus dat is ook top. Dus ik wacht even tot hij warm is en dan ga ik hem gebruiken. En dit is trouwens het haarserum wat ik gebruik. Die is wederom van Steampot L'Oréal. De Concentrated Serum for Beautiful Ends. En deze die zorgt er eigenlijk voor dat mijn haar gewoon net iets meer beschermd wordt. En dat het ook heel erg mooi gaat glanzen. Dus die doe ik standaard ook in mijn haar. Ik heb jullie even neergezet op de kraan. Ik ga eerst heel even as usual mijn haar in tweeën splitten. Even een clipje in. Nou, mijn steampot die is inmiddels opgewarmd. En ik heb zojuist ook even een vlecht ingedaan bij dit gedeelte van mijn haar. En dan ga ik met de steampot er langs. En dan krijg ik echt een super schattige messy wave. Dus dat ga ik even laten zien. De steampot zet ik erop. Vanaf boven naar onder. Het uiteindelijke resultaat. Dat heb ik dus gemaakt met 4 vlechten,
de steampot, deze en that's it. Dus ik vind het wel echt een geslaagde coup. Binnen no time heb ik dit gecreëerd. Dus mocht je geen inspiratie hebben voor 1000 feestdagen, dan is dit misschien wel leuk. Omdat het echt zo klassiek eruit ziet vanwege die kronkels in je gezicht. Ik vind het echt heel erg leuk. I love it. Dus dat was de steampot weer. Ik ga hem weer wegleggen en aan het werk. Ik heb trouwens weer wat nieuwe spulletjes uit mijn eigen webshop meegenomen vanuit kantoor. En ik dacht, ik ga jullie gelijk even mijn nieuwe favoriete items laten zien. Want ik kreeg ook op Instagram best wel vaak vragen. In mijn stories had ik deze trui aan. Waar die van is. Nou, die is dus van onze eigen webshop. Ik zet de link ervan wel eventjes in de beschrijving hieronder. En wanneer deze vlog online komt, dan hebben wij ook een hele week lang Black Friday sale. Dus dan heb je 20% korting op heel veel items. En dan hebben we ook nog een soort van outlet kopje waar je op kan drukken. En dan heb je ook nog outlet prijzen die zeg maar afgerond zijn. Dus dat is echt top. Deze die is ook nieuw. Superleuke roze knit. Die is wat dikker. Deze is wat luchtiger. We hebben ook hoodies. Ik heb hier toevallig alleen de grijze hangen. Maar we hebben hem ook in het zwart. Ik moet ook de kaartjes er nog afhalen. Deze vindt zwart in het groen. En in het grijs. Zo'n lange hoodie die je echt kan dragen als hoodie dress. En dan hebben we natuurlijk de teddyjassen die jullie wel kennen. Die heb ik ook in het wit en in het roze. Oh. Deze kennen jullie ook wel, de tuniekjes. En deze die heb ik ook wel eens laten zien volgens mij. Die moet ik ook nog even het kaartje ervan afhalen. Maar die heb ik al wel aangehad op een foto trouwens. Dus die vind ik ook super leuk. Zo'n zwarte puffer jacket. Ook very nice. Hele goede kwaliteit ook. En hij is super warm. Dus daar ben ik ook heel blij mee. En dat zijn zo'n beetje de nieuwe dingetjes. We hebben ook een kerstcollectie online staan. Maar die heb ik nog niet thuis. Maar dit had ik even meegenomen van kantoor. Zodat ik weer wat lekkere truien in mijn kast heb hangen. Dus dat wilde ik je nog even laten zien. En vertellen over de Black Friday sale week. Die nu al is begonnen. Wanneer jullie deze vlog kijken. En nu moet ik beginnen met het leukste klusje van vandaag. En dat is de was doen. Ik had al wat dingetjes opgevouwen vanochtend. En een nieuwe was erin gestopt en een was in de droger. Maar dit, wat hier allemaal ligt, moet nog weggewerkt worden. En dat wat daar ligt. Dus ik ben hier voorlopig nog wel zoet mee, denk ik. Ik heb echt de halve dag niet gevlogd. Waarvoor sorry alvast. Maar ik was gewoon lekker met Nela en Dwayne aan het chillen toen ze terugkwamen. En nu ga ik samen met hun lekker naar bed toe. Nela ligt al te slapen, twee volgens mij ook half. Dus vandaar dat ik zo zachtjes praat. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. You can.